Het leven is een pad waar niet altijd de ene stap vlotjes naar de andere volgt. Bij sommige kinderen gaat het voorspoedig, bij andere kinderen loopt dat niet zo altijd vanzelfsprekend of gaat leren en ontwikkeling een klein beetje pijn doen. Communicatie bij autismespectrumstoornissen. In een vorig college had ik het met jullie al gehad over elementen die te maken hebben met pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Vandaag wil ik specifiek ingaan op datgene wat te maken heeft onder de paraplu van die hele brede pervasieve ontwikkelingsstoornissen, namelijk autismespectrumstoornissen. En wat daar nu zo in belangrijk is, is communicatie. Communicatie, een belangrijkste element vandaag, hier, overal, de hele leven lang, maar bij een aantal groepen, en wel geteld 1 op de 88 kinderen in de wereld, zit binnen die paraplu, die onderste paraplu van autismespectrumstoornissen. Dat loopt allemaal niet zo vanzelfsprekend en vandaar dat ik over die communicatie wat meer wil zeggen en vooral het kwalitatieve element daarin. Die hele brede groep van autismespectrumstoornissen is gekenmerkt door een achterstand, door een niet zo vlot en accurate ontwikkeling van de taal. Sommige van deze meest ernstige vorm van autistische stoornissen ontwikkelen nauwelijks of geen taal. Geen taal betekent ook geen woordjes op de leeftijd van 2 jaar, betekent geen korte communicatieve zinnen op een leeftijd van 3 jaar, maar zelfs niets daarvan. Andere kinderen, ook binnen die brede paraplu van die autismespectrumstoornissen, vertonen wel taalontwikkeling, maar daarin zijn bepaalde kwalitatieve beperkingen. Brede, gevarieerde spectrumstoornissen, vandaar een heel, zeg maar, variatie aan stoornissen die onder die paraplu thuishoren, maar dat die van zelfsprekendheid in taal en communicatie niet zo is, kenmerkt zich in het tweede element. En dat heeft te maken met het feit dat datgene wat we als boodschap willen overbrengen in opvoeding, in dagelijkse situaties, dat die niet zomaar vanzelfsprekend opgenomen worden, begrepen worden door het kind binnen dit spectrum. Semantische problemen, het probleem met de betekenis van datgene wat gesproken is of datgene wat geschreven is. We kennen allemaal allerlei uitdrukkingen die we allemaal in de mond nemen. Even wat geld uit de muur halen. Lukt dat dan overal, bij elke muur? Wachten op de bus. Er staat geen bus. Hoe kan ik dan boven op de bus wachten? Ik heb vlinders in de buik. Oei, zou zo'n kind zeggen met autisme. Heb ik misschien een vlinder opgegeten? Kortom, datgene wat we als zelfsprekend ervaren, is voor deze kinderen niet altijd communicatief begrepen. Laatst, net voor de kerstvakantie, was ik zo nog in een school, groep 6, waar de leerkracht het had over, nu de winter voor de deur staat, gaan we het hebben over sneeuw, ijzel en gladheid. Een van de jongens aanwezig stond op, liep naar de deur, deed de deur open en zag dat er helemaal geen winter voor de deur stond. Hij nam terug plaats, keek de leerkracht indringend aan en zei, wat u zegt is niet correct. Taal als belangrijk medium om elkaar te begrijpen en te verstaan, maar lang geen vanzelfsprekendheid. Het kind heeft geen contact met de wereld of voelt zich daarin niet begrepen. Dat niet begrepen zijn
is niet alleen in gesproken taal, maar ook datgene wat we eigenlijk aan luisteren. En zo kennen we in Nederland echt de traditie van het voorlezen uit kinderboeken. Voorlezen dat eigenlijk een belangrijke opmaat is richting begrijpend lezen, communicatie, woordenschat, taalontwikkeling. Eigenlijk is zo'n tekst niet zo vanzelfsprekend. Ik lees hem samen met u voor. Alice in Wonderland, een boek voor kinderen, een voorleesboek bij uitstek. Eén zinnetje. Maar toen het konijn ook nog een horloge uit zijn vestzak haalde, erop keek en zich vervolgens weghaaste, sprong Alice overeind, want het flitste door haar heen dat ze nog nooit een konijn had gezien met hetzij een vestzak, hetzij een horloge om eruit te halen. En brandend van nieuwsgierigheid rende ze het veld over achter hem aan en gelukkig zag ze nog net op tijd hoe hij een groot konijnenhol onder de heg inschoot. Dat is één klein zinnetje uit een voorleesboek voor kinderen. Als ik hierop of hierover een vraag zou stellen op het tentamen over het syntactische kwaliteiten van woord- en zinsontleding, dan denk ik dat ik hier een voltreffer heb. Zo één klein zinnetje maar. Maar hoe gaat een kind met autisme hierop reageren? Hoezo? Door de focus op kleine elementen. Hoezo een konijn? Kan dat konijn praten? Hoezo een horloge? Is dat dan een iWatch, een mechanische horloge of een digitale horloge? Een vestzak, heeft dat dan ook een broekzak? Het flitste. Hoezo stond daar dan een flitspaal? Brandend ga ik verder niet uitleggen. Maar kan wel eens tot gevaren betekenen hoe een kind de wereld dan gaat interpreteren. Als dit kind dat al begrijpt, dan gaat het op eigen manier het verhaal inkleuren. En door letterlijk en figuurlijk taalgebruik, wat niet vanzelfsprekend is binnen deze groep van kinderen, komt deze groep tot een heel andere betekenis van het verhaal. U ziet het, semantische problemen, nog los van alle syntaxis, maar, en dat is nou net zo een belangrijk punt in dit geheel, is dat deze kinderen gekenmerkt worden door een gebrekmatig element aan fantasie, aan verbeelding. Zij kunnen zich maar met moeite verplaatsen in de ander. Verplaatsen in het verhaal. Een ander perspectief nemen. En daar gaan we vaak van uit in de wijze waarop we in opvoeding, in iedere dag, door naar school te gaan en een leerkracht, kinderen op peuterspeelzalen die misschien daardoor niet begrepen worden door hun omwereld. En waardoor die kinderen, u zag het plaatje nog, het contact met de omwereld niet zo vanzelfsprekend meer maakt. Wat betekent dit alles? Eigenlijk, hoewel voorlezen een belangrijk instrument is voor kinderen om taal, woordenschat, begrijpend lezen bij te brengen, is dat voor deze groep helemaal geen effectieve methode. Want ze worden weggevoerd, weggeleid van het verhaal en gaan focussen op één klein detail. Dat voor hen de hele wereld uitmaakt, maar eigenlijk niet zo bedoeld door de omstaanders, leerkrachten, opvoeders. Heb je mij ook aangegeven dat die communicatie met deze groep van kinderen vraagt om extra expertise, om extra inleving vanuit de ouder, vanuit de betrokkenen, vanuit de opvoeder naar het kind toe. Om duidelijkere boodschappen aan te kunnen geven. Vandaar pedagogische medewerkers, leerkrachten, ouders, mensen in de sportclub. Let op, dat vraagt om ondersteuning. Onderzoek daarbij is dan ontzettend belangrijk. En daarover wil ik in een volgende college verder gaan. Wat zijn nou goede middelen om die kinderen aan de hand van pictogrammen, symbolen, misschien meer structuur te kunnen geven in hun omwereld. En anderzijds, een ander belangrijk instrument, is deze kinderen naar hun eigen gedrag te laten kijken. Een soort van video-zelfmodeling waarbij ze zichzelf bezig zien. Iets wat ook handig is voor beginnende leerkrachten om zichzelf bezig te zien, maar voor deze groep uitermate belangrijk. Dan verleggen we de focus en kunnen we zo deze kinderen niet alleen een steuntje geven in de communicatie, maar met allen een stap voorwaarts maken.
Ik dank u voor uw aandacht.